Maar laten we maar gewoon beginnen. Dus als je het goed vindt. Emma Gezond, Pia en John. Ik heb eigenlijk hier drie punten neergezet. Hè. Een kwartje van waarin gaat het kwartje vallen. Maar ik denk dat het handig is als je even kort vertelt wat Emma Gezond ongeveer is. En dan meteen terug gaan naar het begin. Ook van, wat was voor jou, Pia, dan nu de echte eye-opener in de hele gidsaanpak? Ja, leuk dat jullie mij gevraagd hebben trouwens, want ik ben nog steeds na 5 jaar heel enthousiast en erg leuk om hiermee bezig te gaan, of te zijn. Het is een hele lange adem. We zijn in 2015 aangehaakt met de gemeente Emmen bij Gids, Gezond in de Stad. Nou, we zijn niet alleen de stad, maar we zijn ook omliggende dorpen en wijken. Dus wij maken er van Emmen Gezond, nou, met een leuk logootje erbij voor de herkenbaarheid. Dat zijn we in 2015 gestart. Langzaamaan zijn er een aantal inwoners bij ons gekomen in het team. Omdat wij vinden dat het heel belangrijk is dat inwoners ook een stem hebben. Dat ze meedenken in beleid, maar ook meebepalen waar de middelen, het gemeenschapsgeld eigenlijk naartoe gaat. En vandaar ook John als een van de inwoners. En die is eigenlijk ook al vanaf het begin 2015 een aantal studiedagen ook meegemaakt. Ja. Ja, een eye-opener. Bij mij was toen ik hier begon, ik kwam uit de HRM-wereld. Was eigenlijk gezondheid, ook gezond eten, drinken, sporten, bewegen en een beetje het fysieke. En toen wij als gemeente aansloten bij Gids, heb ik kennis gemaakt met de 5 sporen en 8 pijlers. En toen dacht ik van, hé, maar er is heel veel meer op het gebied van gezondheid. Dus die brede kijk heeft mij echt wel de ogen geopend dat er gewoon heel veel meer te maken heeft met gezondheid. Dat eigenlijk alles op het leefgebied te maken heeft met gezondheid van mensen. Ja, dat gaat ook over slapen, over geen stress hebben enzovoort. En wat mij best wel heeft aangegrepen was een keer een studiedag. Toen was een ervaringsdeskundige van generationele armoede en sociale uitsluiting. Dat ik dacht van, hé, maar dat heeft ook heel veel met gezondheid te maken. Je denkt altijd dat mensen weinig te besteden, verkeerde keuzes maken. Dan hoor je wel van, ze rijden wel met een kratje bier achter op de fiets. Hè, of ze roken wel. Hoe kunnen ze dat dan betalen? Maar de mensen die hebben zoveel stress, ervaren heel veel stress. En dan dat cortisol, geloof ik, dat stresshormoon, cortisol, maakt dat zij niet de juiste keuzes kunnen maken. En dat was voor mij ook best wel, nou dat heeft mij wel wat aangedaan. Ik denk van, hé, daar heb ik nooit zo bij stilgestaan. Dat je dan op dat moment niet de goede keuzes kan maken. Ja, dan heb je natuurlijk ook over slapen, geen stress hebben, je baan enzovoort. Dus die brede kijk, dat vond ik wel... Ja, en wat je ook aangeeft, is je had een andere achtergrond. En ik denk dat zien wij ook in veel gemeenten, dat veel contactpersonen van Gids oorspronkelijk niet uit de publieke gezondheid komen of een achtergrond daarin hebben. Maar moet dat ook? John, jij zit natuurlijk ook in deze omgeving. Wat is jouw achtergrond? Ja, ook een hele andere. Ook een hele andere. Ja. Technische beroepen. Ik ben al 20 jaar afgekeurd, maar daarmee niet afgeschreven. Dus nee. Ik vul mijn tijd met professioneel vrijwilliger zijn overal. En nou, dit is nu een onderdeel daarvan. Ja, zo zie ik het. Hè? Want als je gewoon als je een beetje wil inzetten voor verschillende terreinen, dan wordt het een soort je baan. Nou, daar haal ik heel veel energie uit en dat doet me heel goed. Dus, en zo ook dit kwam op mijn pad doordat ik bij een dorpshuis was aangesloten en daarmee een aanvraag wilde doen bij Emma Gezond. En nou ja, goed, dat liep niet helemaal zoals ik dat voor ogen had, zeg maar. Toen zei Pia van, nou, kom er anders bij, kom meedenken en dan kan je ook je licht erop laten schijnen. Nou, dat hoef je mij geen twee te zeggen, dus dat hebben we zo gedaan. En, nou, tot nu toe gaat het heel goed. En wat zijn dingen die jij geleerd hebt? Wat is voor jou een eye-opener geweest in het traject van de samenwerking en ook die aanpak van die gezondheidsverschillen? Dus
Ja, nou ja, wat dat betreft is Emmen natuurlijk een hele mooie gemeente om het zo te zien. Want de gezondheidsverschillen zijn hier best groot. We hebben een centrum Emmen wat bestaat uit zo'n 50.000 mensen. En buitengebied wat ook zo'n 50.000, iets meer dan 50.000 mensen bestaat. En daarin zijn de gezondheidsverschillen best groot. Ja. Er is een sociaal vrij zwak gebied en een sociaal wat sterker gebied. Wat ik vooral geleerd heb, dat verschil tussen politiek, ambtenaren en inwoners, daar zit soms best nog een kloof tussen. En om die te overbruggen is het juist heel goed dat de gemeente Emmen heeft gekozen, dat het PIA heeft gekozen om een team samen te stellen wat bestaat uit actieve inwoners. Hè? Want er zitten inwoners in die best wel actief zijn, die ook een, zeg maar, een netwerk hebben en daardoor ook andere mensen kunnen inspireren. En ambtenaren, hè? Want eigenlijk moet de taak van de gemeente zijn het faciliteren, denk ik. En het mogelijk maken van dingen. En dat de inwoners, zeg maar, de vertaalslag doen. Kunnen ambtenaren ook, hoor. Dat sluit elkaar niet uit, hoor. Wil ik zeggen. Maar soms zit er nog wel een verschil in bijvoorbeeld taalgebruik. Want dan kan je mensen al bij kwijtraken. Hè? Als je het woord beleidskader of interventie laat vallen, dan ben je de helft al kwijt. Om in de beleidstermen te spreken, het verschil tussen systeemwereld en leefwereld. Zoals precies. We dat altijd precies. Zeggen. Ja. Waarmee we dus precies bewijzen dat we daar ook zelfs daar de plank af en toe mis mee slaan. Je geeft wel een mooi bruggetje naar Gids. Wat is er door Gids, hè, en Emma Grond anders in de gemeente dan voorheen? En dat vraag ik eerst maar aan Pia, denk ik. Zijn er dingen die nu meer of minder gebeuren? Je gaf al aan natuurlijk dat jullie samenwerken in een team met inwoners en ambtenaren. Gebeurt dat breder of niet? Ja, we werken heel veel samen. In 2018 is onze wethouder gekomen en die had ook zoiets van, nou, als je mij in begin had gevraagd, wat is gezondheid, dan denk ik aan het boodschappenbriefje. Inmiddels weet ik dat het ook veel breder is. Dus ook op bestuurlijk vlak zijn daar de gesprekken over geweest. Dus kijken we, hoe kunnen we een andere koers gaan inzetten. Dus we willen veel meer verbinding met sport, met jog. Veel meer verbinding met schulden en armoede. Je hebt werkgelegenheid enzovoort. Om te kijken van hoe kunnen we met elkaar die verbinding maken. En een bredere aanpak. Bredere integrale aanpak. Geef daar eens een concreet voorbeeld van, Pia. Wat doe je dan nu concreet anders dan daarvoor? Wat is er bijvoorbeeld bereikt? Ja, we hebben bijvoorbeeld buurtsportcoaches. Die komen in contact met de inwoners en met jongeren. Die hadden in eerste instantie echt een taak van balletje trappen en sporten met de jongeren van school. En die hebben nu veel meer een gebiedsgerichte aanpak. Dus het gaat ook om de leeftijd van 0 tot 100 jaar en niet alleen maar de jongeren. Een mooi voorbeeld te noemen is, ze krijgen een handgeld van ons, waar ze wat mee kunnen, kleine aanvraag kunnen subsidiëren. Dus dat is een snelle. Dus iedere buurtsportcoach krijgt geld. Hoeveel krijgt hij? Ze krijgen €1.500 per persoon. Nou, dat hebben we dit jaar teruggebracht naar €1.000. En er zitten twee buurtsportcoaches in een gebied. Dus we hebben er 12. En 3 seniorensportcoaches. En wat hele mooie dingen met dat geld? Wat is dan een voorbeeld van wat daar bijvoorbeeld mee gedaan wordt? Nou, als ik bijvoorbeeld kijk, een aantal weken geleden kwam een inwoner naar ons toe. Die zei van, nou, ik had een goede baan. Ik ben ziek geworden en zit nu in de ziektewet. Ik krijg een uitkering en ik kan heel moeilijk rondkomen. Ik heb een gezin met een zoontje. We krijgen allemaal van de participatiewebshop krijgen wij wel middelen. Maar zei, omdat ik nu diabetes 2 heb, kan ik niet alles meer doen. En ik wil graag naar de sportschool. Nou ja, dat is te weinig. Ik krijg maar €125 van die participatiewebshop. Dus ik kan dat niet betalen. Toen heb ik contact gelegd met onze buurtsportcoach in het gebied. En die is met die meneer op tafel gegaan. Die heeft een aantal studenten erbij betrokken van Drenthe College, van het MBO. Om te kijken van hoe kunnen wij een traject aangaan met die meneer. En om hem weer te laten sporten en bewegen. Nou, daar gaan ze met elkaar een 10-wekelijks programma starten. En tevens zegt die meneer van, nou, ik kan niet heel goed krachttraining doen. Want dat is niet goed voor mijn diabetes. Maar ik kan wel duursporten doen. En ik zou heel graag willen gaan fietsen. Maar ik heb geen geld om een fiets te kopen.
Dus we zijn nu met hem aan het kijken of dat we hem een mooie fiets kunnen kopen en naar een fietsenmaker kunnen gaan. Om te kijken of dat ze gesponsorde shirtjes of kleding voor hem kunnen aanschaffen. Ja. Dus dat is eigenlijk dan denk je heel klein. Hè? Het is gericht op het inwoner zelf, maar je kan er geweldige resultaten mee halen. Nou, dat kunnen de buurtsportcoaches van hun handgeld doen. En dat komt ook uit die gidsmiddelen? Ja, dat is van de gidsmiddelen. Ja. En John, het feit dat jij aangehaakt bent, heb jij het gevoel dat je impact op de gemeente kunnen maken? Ja, nou, dat denk ik wel. Ik ben meestal redelijk straightforward, zeg maar, in mijn zienswijze. Dus ik denk wel dat ik een heldere zeg maar, blik heb op hetgeen wat er speelt en hoe we daar een bijdrage kunnen leveren om het op te lossen. Ja, weet je, ik pleit er al jaren voor om bijvoorbeeld gidsgelden te oormerken. Wat nu niet het geval is, dat zou ik heel belangrijk vinden, want dan kan je veel meer doen. Dan verdwijnt het niet zeg maar, in de grote pot waarin er is heel veel behoefte aan geld bij gemeentes. En dan is dit natuurlijk een makkelijke prooi. En dat zou heel zonde zijn. Gelukkig weten we wel iets ervan. Maar dat is een van die dingen waar ik een groot voorstander van ben om... om dat geld te oormerken en ook echt daadwerkelijk daarvoor in te zetten waar het voor bedoeld is. Lukt dat binnen de gemeente wel om die middelen apart te zetten of behouden te houden voor Emma Gezond? Nou, Pia, antwoord jij die maar. Nee. We doen ons best en we proberen het echt wel zo goed mogelijk uit te geven aan de zaken waar het voor bedoeld is. Maar het gaat ook mee met de tekorten van de gemeente en deels. Bart van Overbeek, jij zit mee te luisteren, zie ik. Bart is van VWS, dus ik zal jou, je handje gaat meteen omhoog. Ik zal je broadcast permission geven. Want John, je sprak toevallig rechtstreeks tot VWS. Heel goed. Bart, lukt het om erin te komen of niet? Als je wil hoor. Er zit een kleine vertraging bij. Maar ik zie je initialen al. Gaat dit goed? Ja, nu zie ik je ook. Hallo, leuk je weer te zien. Hallo. Zo, kun je de vraag nog even herhalen? Nou, John gaf aan, we vroegen, kun je impact maken? En hij gaf aan dat hij dat vanuit zijn mening en persoonlijkheid, dat prima lukt. Maar dat het zou helpen als er wat geoormerkte middelen zouden zijn. Ik weet dat jij je niet laat verleiden tot uitspraken over de toekomst. Maar hoor jij dit vaker? Zie jij dit in gemeenten? Dat het aan de ene kant die tekorten er zijn en dat aan de andere kant het vechten is om de verschillende middelen die er wel zijn, hè, om die ook in te zetten daar waar ze het meeste nodig zijn? Ja, nee, zeker. Dit is heel, heel herkenbaar. Zowel de tekorten als ik hoorde van een andere gemeente, ik zal niet de naam verklappen, maar dat er bijvoorbeeld dan... weet ik het, een miljoen naar sport gaat en dan een ton naar preventie of gezondheidsverschillen. En hoewel natuurlijk sport ook belangrijk is, zou ik zeggen, dat zou toch in dienst moeten staan van de gezondheid. Dus volgens mij is dit een signaal wat we vaker krijgen en wat ook echt wel doorgedrongen is bij VWS. En Friese noemde vanochtend ook al eventjes de discussienota dat is hier... dit onderwerp komt daar ruim in aan bod. Dus het is natuurlijk aan een komend kabinet wat er met die noten gebeurt. Maar wij willen inderdaad graag dat er specifieke kwetsbare groepen genoemd gaan worden in de wet zelfs. Hè. Dus er moet aan mensen met een gezondheidsachterstand aandacht besteed worden. Er moet aan kwetsbare ouderen enzovoort. En dat daar dan ook een passend budget naar de gemeente voor toe gaat. Fijn, Bart, dat er wat meer duidelijk. Ja, ik sta hier midden in een zaal, er wordt vrij hard geroepen, dus ik ga zo heel even... John, heb jij nog een oproep voor Bart? Ja, zeker. Kijk, iets waar wij lokaal, tenminste waar ik lokaal probeer aan te werken, is het koppelen van de verschillende subsidieverstrekkers. We hebben hier een sportakkoord. Wat ook geldt van VWS is volgens mij, er is een kans voor de Veenkoloniën waar ook een potje geld zit. Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik bij al die drie initiatieven betrokken ben.
maar ik zou ze zo graag gekoppeld zien. Zodat we samen sterker staan. Want het wordt voor inwoners heel onduidelijk. Waar kan ik voor wat aankloppen? En het maakt het er allemaal niet overzichtelijk op. Dus het zou heel mooi zijn als we dat kunnen samenvoegen. In ieder geval in initiatieven kunnen samenwerken. Lokaal proberen we dat wel te doen. Dat lukt nog niet helemaal. Het is nu toch ook moeilijk om bijeenkomsten te plannen. Maar ik ben wel van plan om die te gaan organiseren straks. Om die verschillende subsidieverstrekkers te laten samenwerken. Nou ja, dit sluit precies aan bij hoe wij er naar kijken. Dit heeft ook de staatssecretaris van VWS in dat gesprek met de gidswethouders, waar Patrice het ook nog even over had, ook aangekondigd. Dit komt ook in die discussienota te staan. Dat wij een beetje af willen van al die verschillende potjes en het meer gebundeld richting de regio's willen brengen. Ja, kijk maar, hebben we zomaar tijdens onze ervaringen van gids, zie je dat een netwerk toch ook belangrijk is. Dankjewel Bart, dat je even in wilde vliegen. Dat was heel fijn van je. Wil ik je er weer uitgooien of doe je dat zelf? Oh ja, ik doe mezelf wel eruit. Ja. En we waren eigenlijk aan het kijken naar de impact. Dus die impact op gemeente is er wel. Hè? Jullie werken anders. Je hebt een wat vrijere besteding van middelen. Dat hoor ik niet heel vaak bij gemeenten. Maar dat maakt dus ook rechtstreeks dat je zegt van we hebben ook impact op inwoners. Hebben jullie daar zicht op? In hoeverre je verschil hebt kunnen maken vanuit gids op inwoners? En met gids en door Emma Gezond? Ja, nou, ik zie hier in de chat ook al staan de meneer met de fiets. Nou, dat is inderdaad een heel mooi voorbeeld. Ja. Dat er iemand geholpen is die een beetje eenzaam thuis zat en sociale contacten miste, maar wel heel graag wilde gaan vissen bijvoorbeeld. En nou ja, geholpen is met een fietsje, een tweedehands fiets. En dan heb je voor een 100 of 150 euro heb je iemand geholpen aan een vervoermiddel, waardoor die kan deelnemen aan de sociale evenementen, zeg maar. Waardoor die mobiel is. En ja, goed, dat gebeurt op meer vlakken. Ik heb ook al houden jullie dat bij? Pia, houden jullie dat voor een bepaalde... Is dat iets wat je ook geleerd hebt om die impact zichtbaar te maken? Annelies, stelde je mij een vraag? Want ik had even een storing. Wil je hem nog even herhalen? Mijn vraag is of je die impact ook zichtbaar kan maken op inwoners. Dus als er... zoals die meneer met die fiets, wat ook aangegeven werd. Monitoren jullie dit? Hoe maak je die impact zichtbaar? Laat ik het dan zo zeggen. Ja, wij hadden in eerste instantie een website. En daar werden alle initiatieven die wij hebben ondersteund op geplaatst. Dus middels een foto of een mooi stukje. Hebben we op dit moment niet meer. Maar ik heb natuurlijk wel een overzicht en de foto's en dergelijke. Dus ik heb daar wel een stukje monitoring van. Maar daar doen we nog wel te weinig aan. Ja, en Emmen zit best boven in het lijstje als het gaat om gidsmiddelen. Hè? Dus het is een stad met grote gezondheidsverschillen. Dus wat hoop jij nog voor impact op inwoners te kunnen maken in de komende jaren? Ja, dat we toch veel meer mensen krijgen die bezig zijn met hun gezondheid. En die ook, dat er toch wel een soort van cultuuromslag gaat plaatsvinden. En ik realiseer me tegelijk dat het wel iets is van de lange adem. En het is niet van nu op 4 jaar of nog eens een keer 4 jaar erbij dat je die omslag hebt. Maar we zien hier toch ook wel heel veel mensen met overgewicht. En we zijn ook bezig met de GLI. Gecombineerde leefstijlinterventie, om mensen dat aan te bieden en door te kunnen verwijzen dat ze weten dat dat er is. En hopen dat mensen dat het een stuk bewustwording gaat worden. Ja. En ze daar actief mee bezig gaan. Zien jullie bewustwording ook binnen de gemeente? John en Pia, zien jullie dat er in de gemeente ook anders gewerkt of gedacht wordt nu, hè, met de kennis vanuit de gids en de kennis die je zelf hebt opgedaan in de afgelopen jaren? Ja, zeker, zeker. Kijk, het woord wat er niet gevallen is, is positieve gezondheid. Wij zijn al vanaf het begin daarmee bezig en er worden steeds meer mensen ook in dat gremium, zeg maar, opgeleid of bekend meegemaakt. Buurtsportcoaches hebben cursus gevolgd. Er zijn een paar ambtenaren die ook cursus hebben gevolgd van, nou, wat houdt dat in? En ja, dat is de bredere aanpak en uitgaan van wat kan je nog wel en niet vanuit... Ja.
de handicap uitgaan, maar vanuit, vanuit de mogelijkheden. Vanuit de mogelijkheden. En dat is al natuurlijk een hele mooie bewustwording. En ik ben nu bezig, ook in het kader van preventie, want we zijn daar ook mee bezig natuurlijk, met de inventarisatie die we in een bepaald gebied aan dan moet ik een moeilijk woord interventies, hè, maar er zijn natuurlijk initiatieven geweest in een bepaald gebied. En om te kijken in hoeverre die nog lopen en wat het succes daarvan is, hoeveel mensen daar nog aan deelnemen, of het überhaupt nog loopt. Want je bent natuurlijk altijd afhankelijk van vrijwilligers, van mensen die zo'n initiatief willen trekken en die daar iets moois mee doen en andere mensen kunnen enthousiasmeren. Nou ja, dat begint denk ik bij ons en dan, nou ja, het begint niet alleen bij ons, het komt vaak vanuit inwoners, alhoewel we daar wel een daling van zien. In het begin kwamen er meer inwonersinitiatieven binnen, dus we zijn nu vaak ook wel een beetje aanjager en van daaruit komen de initiatieven. Daar is niks mis mee natuurlijk. Nee, het is natuurlijk ook niet gezegd dat je als gemeente iets neer kan zetten en daarna kan stoppen met eraan te trekken natuurlijk. Nee. Uiteindelijk zal je altijd moeten blijven uren, tijd, energie en ook geld investeren in die gezondheid van die inwoners. Ja. Werken andere afdelingen ook anders binnen de gemeente? Werk je anders samen, structureel ook? Ja, we werken wel veel meer samen. Dat merk ik vooral ook met de afdeling sport en gebiedscoördinatoren. Dus mensen die ook in de wijken zijn, ook wel zijn, hebben we veel contacten mee. Ik merk wel dat wij in de organisatie daar nog wel veel meer op moeten hameren. En we zijn ook bezig met een traject Samen Verder. En daar wordt ook de positieve gezondheid in meegenomen. Dus dat wij ook met z'n allen in het sociaal domein veel meer vanuit die positieve gezondheid gaan werken. Dus de bredere aanpak. Dus een gezamenlijke visie geeft ook een gezamenlijke richting eigenlijk. Klopt. Geef je aan. Ja. Ik zie niet heel veel handjes, maar het kan ook zijn. Ik zie wel wat reacties in de chat zo af en toe. Dus hartstikke wel in de, chat zeggen, conversaties. Maar we vergeten nog eventjes de omgevingswet, hè, die natuurlijk ook zo meteen impact heeft. En ja, we hebben een fantastische workshop over. Ja, ik weet het, ik was er heel even bij, ja. Ja, maar daar zit zoveel kansen in, volgens mij. Ja. Ja, is ook zo. Als die samenwerking er is en een gezonde leefomgeving, dat helpt zoveel. Maar dat is ook meteen de sector binnen de gemeente waarin waarin de bewustwording zeg maar nog wel wat lager ligt. De harde sector. Ja, het is een kwestie van tijd. Ja, precies. Ik wil nog even naar een afronding, want ik zie dat we nog 3 minuten hebben, joh. En Pia, jij had nog een goede bonustip. Die heb ik al wel opgezet, maar volgens mij... ergens werd gezegd, hoe werk je samen? En toen zei iemand, hou het klein. En volgens mij, zoals jij het verwoordde, is dit het of niet? Kan je dit toelichten? Ja, ik denk tweeledig. Aan de ene kant, maak het groot. En dat is dus die integrale samenwerking. Dat je met elkaar afdeling overstijgend bezig bent. Maar aan de andere kant, maak het juist klein. Zorg dat je die inwoner betrekt en zet die inwoner ook centraal. Zorg dat je laagdrempelig bent. Dat je de inwoner gewoon... Het is nog wel eens lastig om ze te bereiken, zeg maar. Juist de inwoners die onze doelgroep zijn. Maar daar kun je juist je stakeholders of je buurtsportcoaches, je gebiedscoördinatoren voor inzetten. Ja. Die komen wel met die mensen in contact. Ja. En daar hebben we mooie resultaten al mee behaald. Dus die toegankelijkheid kan ook door de mensen die al voor en met en in de gemeente zijn, wonen en werken. Hoeft niet per se van jou alleen afhankelijk te zijn. En ik vond het zo mooi wat je in het begin ook zei van luister goed, hè? Goed luisteren. Ja, luister naar je inwoners, ja. Ja, en niet alleen je inwoners, denk ik. John gaf net ook al de omgevingswet aan, ook je collega's. Maar heb je het gevoel dat je toegankelijker bent geworden de afgelopen jaren? Heb je het echt maar? Ja. Nee, want niet dat ik toegankelijker ben geworden, want ik was al eigenlijk best wel laagdrempelig. Ja. En dat krijg ik ook wel vaak mee van... Je bent iemand van de gemeente en daar kijken mensen toch anders naar dan dat je een inwoner bent. Maar ik kan wel makkelijk praten met mensen op diverse niveaus. Dat is echt een tip die je aan gidsgemeenten ook mee zou willen geven. En al die nieuwe gezichten die er toch altijd weer zijn. Ieder jaar komen er weer stel nieuwe bij. Is dit wel de belangrijkste of niet? Ja, denk ik wel. Wees toegankelijk en luister naar je inwoners. En dat is wel belangrijk.
En John, zou jij dit model adviseren aan gemeenten om samen met inwoners op te trekken? En zou je dat dan nog willen verbeteren of verfraaien? Nou nee, ik denk dat dit een heel goed model is. Pia en ik hebben echter wel alle twee een nadeel dat we alle twee geen geboren Drents zijn. Dus niet de gave van het Drents 100% ja. onder de knie hebben. En ja. dat kan soms wel eens makkelijker binnenkomen hoor. Dat moet ik eerlijk zeggen. Ik ben ook een buurtbemiddelaar en dan kom ik wel eens bij mensen waarin het echt een voordeel is als je Drents praat. Ja, en dus dan kom je echt toch lokaal. Ja. Echt lokale. Ja, de taal echt spreken. Dus ja, dus is het ook belangrijk om die mensen ook in het team te hebben. En dat, ja. Dat is echt een voordeel. Ja. Wij hebben nog 30 seconden. En dan moet ik naar een podium rennen om andere gemeenten aan te kondigen. Het was klein, maar fijn. En mag ik jullie heel hartelijk bedanken, Pia en John, voor jullie input. Ik zag in de chat heel veel reacties op wat er gezegd werd. Heel veel instemming ook. Ik hoop dat we. Nou ja, we nemen het mee. De tips ja. en de aanpak die daar staat. Zie. Ja. Ja, heel goed. Heel erg bedankt, allebei, voor jullie voorbereiding, inzet en ook voor het mooie werk wat jullie doen. Hartstikke bedankt. En jullie bedankt voor de aandacht. Dankjewel. Dankjewel. Tot ziens allemaal.